winter in Las Vegas. Winter in Las Vegas betekent alsnog fucking 25 graden. Sta ik hier eigenlijk onnodig met een jas aan. Maar het komt vanmorgen bij de persconferentie was het freaking koud. Airco blies keihard in mijn nek. Dus als ik vanavond een stijve nek heb, weet u waarom het komt? Zometeen gaan we naar binnen. Destiny. Gaan we ook kijken. Destiny, de DLC. The Dark Below. Met een shotgun, die heet de Fourth Horseman of zo. 4 lopen heb je dan. Dus je shotguns gaan, ja, alle kogels gaan overal naartoe. Is hartstikke leuk. Gaan we vanavond checken. Vanavond hebben we een private session op de Bungie stand. En daar gaan we Destiny spelen. De DLC van Destiny, The Dark Below. Straks gaan we gewoon andere dingen checken. We gaan... Oh, dat scheelt. Hé, hey, iemand herkende me. Hier, fanboys. Zelfs hier in Vegas heb ik fanboys. Die gast was 40. Was een of andere ghetto gast van 40. En die herkent me gewoon. Met zijn gouden kettingen. Wat ook zien, Mark en ik, is dat hij een takkenherrie is. Maar ook dat hier heel veel mensen zijn. Misschien kan Mark heel even snel de camera iets raar zien. Er zijn hier... Dit is een soort strip. Dit is de strip. Niet de bekende strip van Vegas. Dat gaan we vanavond ook checken. Gaan we morgen ook filmen. We gaan morgen ook in de gondel zitten. En allemaal gekke dingen doen. Heel romantisch weekend van Mark en Paul. We gaan zo lekker naar binnen. En ja, je ziet eigenlijk al Vegas. Ik sta hier met een jas aan. Het is niet nodig. Het is 25 graden. Het is fucking vet. Ik voel me hier echt zo klein. En het is zo massaal hier. Zo vet. En wij gaan nu naar de PlayStation Experience. Op de boot van Until Dawn. Bij de persconferentie was ik daar echt onder indruk van. Een van de laatste games werd gepresenteerd. Live werd er gespeeld. Je moet keuzes maken. En er zijn alle twee keuzes. En de ene is goed en de andere is niet goed. Of als je hem te laat doet, is de ene wel goed en de andere weer niet goed. Het gaat ook om wanneer je hem timed. Het is een horror game waarin je een vrouw speelt die moet ontsnappen uit een of andere eng mansion. Er is nog niet heel veel bekend over de game. Het is een PS4 exclusive en ik, en ook Manik trouwens, was echt onder de indruk van de game. Ik vond Uncharted 4 vet, maar ook deze game is een game dat ik denk, nou, dit gaat vet worden, dit gaat lekker spelen. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben slecht in horror games, omdat ik bang ben. Ik heb altijd een headset op en dan zit je echt zo om je heen te kijken af en toe als ik thuis ben. En ik vind het super eng om te spelen, maar wel super vet. Je zit echt in de game. Het is een soort slasher film die je naspeelt. En elke keuze die je maakt, gaat beslissen of je doodgaat of overleeft. En als je dood bent, ben je ook dood. Je hebt geen checkpoints, geen continue, niks. Je gaat met een character spelen, kijken hoeveel je in die game komt. En of je uiteindelijk de dawn, dus eigenlijk dat je weer de volgende dag overleeft. Dat het weer de daglicht wordt en dat je ontsnapt met je chickie. Ik zal wel falen als een gek. Maar dit wordt een hele vette game. Zeker een game om in de gaten te houden. Hij komt geloof ik midden of eind 2015 uit. Dus laten we het gewoon met z'n allen in de gaten houden. Until Dawn! Na een lange, maar leuke en ook zware dag hier op de PlayStation Experience, dag 1 hier op zaterdag, ga ik wel een beetje een samenvatting maken van wat ik eigenlijk nou samen met de persconferentie het beste vond. Welke game ik nou echt gehyped voor ben. Er zijn een paar, onder andere de game hier achter mij. Dat is echt, vind ik, een van de beste games die ik zag, die live gespeeld werd ook. Nee, live, in ieder geval zag ik een trailer. Dat is The Order 1886 uit mijn hoofd. Ja, 1886. Dat is een hele vette game. Het deed me denken aan Gears of War. Een mengeling van dat je met 4 man co-op gewoon door een game heen kan gaan. Maar dan niet met Gears of War, grote macho mannen uit Amerika. Maar gewoon uit 1886, gewoon van die nette gentlemen's. Dat was er zelfs eentje, denk ik, 60 of zo. Maar super vet. Hele vette wapens ook in die game. Until Dawn, motherfucking vette game gaat het worden, denk ik. Uncharted 4 natuurlijk, ja, dat is helemaal geniaal natuurlijk. Een nieuwe Nathan Drake, next gen Nathan Drake, want 3 vond ik tegenvallen. 1 en 2 zijn mijn favoriete games, denk ik, ever, van singleplayer games. En deel 3 was niet zo heel goed, vind ik niet slecht, maar niet zo heel goed. Maar 4 gaat heel vet worden, next gen. En achter ons, zie je, als je dat kan Marnik wel filmen, denk ik, dat we... Daar staan twee hele lekkere gasten, maar achter die lekkere gasten zie je staan The Last of Us Remastered. Natuurlijk is je lang uit en zo, maar dat vind ik ook, blijft gewoon hartstikke vet. Natuurlijk ook van Naughty Dog. En dat zijn ze denk ik wel, dat zijn mijn favoriete topgames die hier waren. Ja, en Far Cry natuurlijk. En natuurlijk Destiny, de nieuwe DLC van Destiny en Far Cry 4. Dat zijn de dingen dat ik echt denk, Sony doet het goed. Al is Far Cry natuurlijk niet alleen van Sony en Destiny ook niet. Maar toch doen ze het heel erg goed op dit moment. Volgend jaar gaat er een hele goede line-up komen van Sony. Met name natuurlijk Uncharted 4.
en deze baas van een game. En lekker scary. Until Dawn. Ja, nee, oh. Net wat tacos gegeten. Terug naar het hotelkamer. Op de weg terug. En nu even lekker schijten. En ik zet er een marnik. Ja, ik heb toch wel last van mijn maag. En ik... Oh. En ja, we zijn terug naar het hotel gegaan. En ja, het is natuurlijk een mooie kamer zoals je ziet. En ik heb ook, zoals je naast me ziet, een chickie geregeld. Die, ik ben nou wel klaar met haar, maar ze is er niet helemaal lekker vanaf gekomen, zeg maar. Maar ja, dat heb je ook, hè. Met zo'n seksgod als de King77L. Even douchen na poepen. Hoi, ik ben David. Op Dus David Games kan je een blauw duimpje op video's achterlaten, oftewel een like. Op maandbasis kunnen dat er een heleboel zijn. Ik en vele YouTubers vragen altijd om likes, maar waarvoor precies? Met DDG steun jij met je like een goed doel. Tot en met december is dat KWF Kankerbestrijding. Voor elke 1000 likes doneer ik eind dit jaar een euro. Vanaf vandaag. Vorige maand zou dat dus bijna 400 euro geweest zijn. Help jij dus DDG en een goed doel? Dan weet je nu wat je moet doen.